Als je heel fijn en strak vlecht, is het lastig om de vlecht los te trekken. Waar je ook om moet denken is dat je de plukken niet gaat draaien voordat je ze eronder door doet. Dan is het ook lastiger om ze los te trekken. Gebruik eerst wat poederspray om het haar wat stroever te maken. Pak een grote pluk op, verdeel hem in 3 strengen en maak hierin een 3 strengen opvlecht. Pak steeds rechte plukken op, helemaal tot aan de vlecht. In de nek pak je kleinere plukjes op, maar hou wel je handen zo dicht mogelijk bij de huid. Als je er aan het einde een elastiek in doet, doe die dan heel losjes. Hou de punt vast en ga voorzichtig van beneden naar boven de vlecht uittrekken. Vanuit het midden maak je hem steeds iets breder. Hou met één hand het staartgedeelte vast en met je andere hand kan je steeds plukjes los gaan trekken. Op dit moment wordt het wat lastig om de vlecht los te trekken, dus begin ik weer van beneden naar boven de plukjes losser te maken. Nu kan ik wel weer aan de bovenkant verder gaan. Omdat de plukken al losser zijn, kan ik het nu ook met 2 handen tegelijk gaan doen.
Voor een speels effect kan je ook nog aan de binnenkant kleine plukjes lostrekken. Ook aan de voorkant kan je hem nog wat lostrekken. Hou met één hand de vlecht tegen en met de andere hand pak je kleine plukjes op om ze wat losser te maken. Gebruik aan de voorkant eventueel wat haarlak. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!